zijn er bijna, toch? Ja, bijna. In Frankrijk. Ja, inderdaad. Nou. We mogen een stukje rijden en dan gaan we weer vissen. Nou, wat denk je nou? Wat denk ik? Ja. We zijn er bijna. Mooi, hè? Wel een voorspoedige reis, dus dat is wel lekker. Net zo bijna geflitst, of waarschijnlijk geflitst, maar oké. Smetje op de verder makkelijke reis. Dus eigen boodschappen doen, spullen ombouwen straks en dan kunnen we in ieder geval slapen. Ja, kijken of het zo gaat lukken. Ja, dat gaat ook wel leuk hoor. Ja. Mag ik de deur even openen? Oké. Je wil een beetje in de natuur gaan zitten, dat gaat wel lukken zo. Oelala! Ja, oelala, dat kan je wel zeggen. De beheerder is vergeten het gas te maaien. Hoe door zijn extreme druk is hij er gewoon niet aan, nog niet aan toegekomen. Dat is volgens mij stek 4. Nee, stek 4. Ja, Mark is nog even met de eigenaar aan het praten. We hebben stek 6 gekozen. We hebben stek 5 en 6 gereserveerd. We staan nu op stek 6 en dan kunnen we dit deel van het water bevissen. We zijn nu nog, het is nu 7:15 ongeveer, 's avonds. We gaan nog opbouwen en daarna gaan we dingen in orde brengen. Ook nog even koken daarna, hengels uitvaren en dan hopelijk kunnen we vannacht al de eerste nacht vissen. Ja, het duurt altijd langer dan je denkt, het opzetten. We hard gewerkt, ook met de eigenaar gesproken, dus het duurde ook even. Mark legt nu de laatste hand aan de boot. We hebben wat voer klaargemaakt. De hengeltjes staan klaar. Van Mark ook. Mark heeft er wel eentje ingegooid. Mark's tent. Gaan we zo de laatste hengels uitvaren voordat het echt donker wordt. Gelukkig heeft de boot goed licht. En dan gaan we het zien. Mark heeft net de tweede hengel uitgevaren voor hemzelf. Het is zoals jullie zien aardig donker geworden. Dus, je hoort de kikkers kwaken. Ik moet mijn hengel straks ook nog uitvaren. Die gaan de andere kant op. Maar even kijken wat ik voor plekken kan vinden. Dan moeten we ook nog even eten. Als het goed is. Dan zit de dag erop. Lange dag. Maar nou ja. Als het goed is kunnen we vannacht in ieder geval wel vissen. Dus kijken wat het
wat het gaat brengen en of de vissen al gelijk op de stekken zitten. We hebben het verschillend aangepakt. Ik vis één engel met een chotterig. Mark vist eigenlijk alles met eentje met een snowman. De andere met een, voor mij een pop-up. Ik vis eentje met inderdaad een chotterig en de andere twee met een halve snowman. Dus kijken wat het, of er iets is wat de vis aanstaat. Maar het is in ieder geval een mooie avond. Wel de friet aan doen trouwens. Zo. Hebben we een midnight snack nog of is dit ons avondeten pas? Nou, dat is avondeten, dat is geen midnight snack. Nee. Dat doen we over 2 uur wel. Oké, nou om 2 uur lig ik lekker op 1 hoor. Nou, we liggen in. Frankrijk. Eindelijk. Het was een beetje zoeken. Genoeg weer. In ieder geval bij mijn plekken. Mark ging het iets sneller. Maar ja goed, we gaan het zien vanavond. Het aas ligt in het water. Dus dat betekent in ieder geval dat we kans maken. Niet veel, maar wel kans. Daarom. En dan morgen zien we wel verder bij daglicht. Nu nog eerst even een lekker worstje wegknagen. De eerste ochtend. Vanochtend 1 brasem. De hengel die nog voelt het beste in lag, de linker hengel. Dus nou, het gevoel was wel goed. Niet de juiste vis, maar wel een vis. De Markse hengels die zijn stilgebleven. Wat een mooie zonsopgang. Dat is het mooiste, hè? Vis vangen zonder dat je het merkt. Nog aandenken gegeven ook. Huh? Lekker in de knopen. Nou ja. Hier woont brasem voor Mark. Ben je blij? Heel blij. Ik hoor het. Nou Mark, zeg het maar. Niks snoppers nada. Nee, brasem. Eén grote drama. Nou, dat ook niet, maar we hebben nog geen kuip. Hè. We hebben nou... Ja, ook geen aanbeet ook. Nee, ook geen aanbeet. Maar ja, het is wat lastiger als vorige keer. Hè. We moeten wat meer zoeken nog weer. Dus ja, we hebben het nou anders gedaan. Tenminste, deels anders. We hebben nou een hengel onder de kant allebei straks vannacht. Strak onder de kant. Ik heb één hengel op het plateau gelegd. Kijken of dat wat verschil brengt. Ja. We zagen daar in ieder geval vissen wegschieten. Of ik zag het al toen ik met de boot onderweg was. Waren daar wat vissen aanwezig in ieder geval. Kuiper. Dus dat in ieder geval een goed teken. Ja. Nu moeten ze nog gaan bijten. Het ziet er ook een beetje dreigend uit, het weer. Ja. Kans dat er nog wel een bijtje aan komt. En onweer. Ja. Een beetje een rare lucht. Maar goed, we gaan het zien. We hebben in ieder geval wat dingen aangepast. En hopen dat dit het verschil gaat brengen. De innerlijke mens even sterken. Jazeker. Chef kok Ledui in actie. Fish in touch. En wat eten we vanavond? Heerlijke cassoulet. Cassoulet, oké. Nou, bonen met worst dus. Mark kreeg net een mooie run. Zijn middelste hengel. Die hier strak tegen de kant ligt. Probeerde de vis eerst vanaf de kant te drillen, maar dat bleek niet echt te lukken. Dus dan gaat hij in zijn mooie roze bootje het vis achterna. Hij lijkt zich vast te hebben gezwommen. Ik hoop niet in een obstakel. Dus Mark vaart er nu rustig heen en probeert hem af te drillen. We hebben het eten net achter de kiezen. Dus ik hoop dat Mark deze vis eruit gaat krijgen. We gaan het zo zien. Mark heeft de vis los. Gelukkig.
Nou, eerste vis. Ben je blij? Geen monster. Geen monster, maar vis is vis. Een welkome vangst. Geeft hoop op meer, toch? Ik ga even een paar fotootjes schieten. Na de bui even de boot leeg laten lopen. We hebben net aardige onweer en regen over ons kop gekregen. Maar ja, misschien dat het iets doet met de vangsten. Want die zijn nog niet om over naar huis te schrijven. In de verte rommelt het nog een beetje. Mark is net even het water ingegaan, stop uit de boot getrokken. Maar ja, kijken of dit wat verbetering gaat brengen. Want het is nu een beweging. Het is al niet veel. Gisteren sinds dat we wat veranderd hebben... Qua opstelling heb ik één run gehad op het plateau, maar die ging los voordat ik echt kon drillen. Dus helaas een beetje pech. Mark heeft vandaag, ik had 's nachts nog een giebel. Nou ja, geen kuiper maar een giebel. En Mark had vandaag overdag een brasem. En verder is het eigenlijk akelig stil. Dus we wachten nu kijken of daar nog wat uit gaat vallen of dat het nu verder droog blijft. Ja. Hopen dat het nog wat karp komt. We worden net wakker met een aanbeet. Mark die is net het water op. Het was weer een beetje zo nacht. Voor mij één brasem, maar daar bleef het bij op deze hengels. Mark had, het is nou de derde aanbeet, twee in de nacht. Allebei op dezelfde hengel die hij in een doorgangetje op het taluut had gelegd. Twee helaas na... Dat een beetje 3 minuten vast hebben gezeten aan de vis losgeschoten. Dus ik hoop echt dat deze gewoon blijft hangen. Laten we even gaan kijken of die hem eruit krijgt. Hij heeft hem in net. Oké, super. Nou, eindelijk een beetje eentje van de grote categorie. Ja. Een goede 30 pond. Ja, 15,2 kilo. Nou, een mooie vis. Ga terug. Hier een schubkarper en we doen hem terug.
Ja, daar gaat hij. Doei. En weg is hij. Nou. Even buffelen. Maar beetje bij beetje. Hopelijk. Komt er nog mee. Eruit. Weer van gisteren is het nu weer echt heel warm. Je ziet dat ik heb mijn shirtje even uitgetrokken, want het is gewoon hard werken, ondanks dat we, nou ik dan, nog niks heb. We doen er alles aan. Mark is nu ook weer aan het uitvaren. Ik heb mijn hengels ook weer uitgevaren, nu weer een andere plek. Straks tegen, zoals het lijkt, een doorgang in het wier. Kijken of dat s'avonds wat brengt. Het is nu een uurtje of drie, half vier in de middag. Dus we leggen nu de lijnen klaar voor in de avond. Mark is nu ook weer aan het inleggen. Dus met de boot erop uit aan het peilen waar hij hem precies gaat neerleggen. We hebben ook nu wat gezelschap gekregen van wat andere vissers. Die zijn vandaag begonnen. Dus die zijn ook aan het peilen en aan het uitvaren. Misschien omdat het de beweging op het water ook de vissen een beetje in beweging brengt. Maar zoals gezegd, het weer, ja, het is heerlijk om te zitten. Maar de vangsten die laten nog een beetje op zich wachten. Dus maar ja, we gaan het zien. Misschien dat de avond of anders de ochtend wel weer wat vis op de kant brengt. Net aan het eten begonnen. We hebben net weer een buikje over ons heen gekregen. Het onweer nog een beetje in de verte. We zeggen vanavond ook meer regen. Maar wat gebeurt er? Mark die heeft een brasem, waarschijnlijk. Kon er dus aan net toen hij wilde gaan koken. Beetje jammer. Maar op zich wel een goed teken dat de beesten weer, de vissen weer aan het azen zijn. Maar ik lag redelijk ver weg, dus even een tijdje binnenhalen. Maar hij zal ze wel binnenkomen. En daar is hij. Fantastisch. Is dat actief ook? Nou, 150 meter als een zilverplank weer binnen gaat te zijn. Nou, zien we Mark weer met een vis. Deze heeft gisteravond gebeten. 9,6 kilo. En die proberen wat foto's te maken. En levend, ja. Als gezegd. Vanmorgen ook nog een aanbeet, maar helaas. We zien er niet, maar de onderlijnbreuk deze keer losgeschoten. Dus ja, maar goed, we gaan even wat foto's maken. Nou Mark, recap van de dag. Bracht nog een verrassing op jouw in het wier geworpen hengel. Wat een karper. Wat een karper. En ik mocht hem drillen. Joehoe! Dus ik heb ook een vis. Dank u, dank u. We hebben hem op de foto en ook op de film. Tenminste, nee, niet op de film. Nee, op de foto. Op de foto. We hebben hem op de foto. Ook de drill. Ook de drill, dus dat is wel leuk.
Dus. Nou, we hebben nu vanavond de soepjesdag. En nou, zoals te zien is, is het echt weer heel mooi weer. Heel de dag eigenlijk al. Het zou gaan regenen, maar ze zitten er wel eens naast met de weersvoorspelling, blijkbaar in Frankrijk. Ja, ook een positieve zin. Ook een positieve zin, ja, gelukkig. Dus we hebben even een schaduwplekje opgezocht. Waar we lekker onze soep gaan opeten. Hier zitten we gezellig bij. Nou ja, er zijn vervelendere dingen. Krijgen we nog een aanbeet ook? Een laag aanbeet? Nee, hij zet niet door. Nou ja, dat zou helemaal wat zijn geweest. Er zijn vervelendere dingen met zo'n uitzicht eten. En met dit weer. Dus we gaan zo lekker van de soep genieten. En hopelijk dat de avond nog wat moois brengt. Donderdag. Onze laatste volle visdag hier, want morgen gaan we terugrijden naar Nederland. We zitten nu lekker even, de lijnen zijn in ieder geval voor de middag even uitgelegd. We hebben net gegeten, geluncht. En het was een goede avond gisteren, met veel vis, uiteindelijk. In verhouding veel. In ieder geval veel karpen, ik zou zeggen. Mark had een spiegelkarper, ik had er ook twee. En nog twee giebels. Daar begon het eigenlijk mee, met de giebels. Mooie grote spirokarpers ook, die echt goed sport gaven in eentje in het wier. Dus dat duurde even een tijdje, die zat helemaal in die hoek daar. Dus ja, dat was wel even werken. Maar geeft nog hoop voor een laatste dag en een laatste nacht. Mark, zie je het nog zitten of niet? Ik wel, hoor. Ik wacht op oma. Hij wacht op oma. Nou, kijk of die komt. Zie je activiteit? Kijk of er vanavond eentje aan de haak wil blijven hangen. Het is een mooie avond nu. 12 stuks hebben we gezegd, hè? 12 stuks, oké. Nou, ik teken al voor 1 en dan kijken we of 2 komt en dan 3. Oké, prima. Echt net klaar met eten en wat schetst onze verbazing? We krijgen zelfs nu overdag beet. Echt helemaal top. In de zon. Mark achter de vis aan. Een mooie aanbeet, volle run. Kijken wat er zo uitkomt. Go Mark.
Shit, hij is los. Nee, dat gebeurt helaas ook. Balen. Onze laatste avond hier. Het zou droog zijn. Nou, wat hebben we gehad? Onweer. Onweer. Nu regen. Regen, nou echt een douche hebben we gehad. Ja, en een giebel eraan en door mijn lijn heen gevaren. Nou, wat wil je meer? Ja, we gaan nu lekker in de tent zitten. Op naar een mooie laatste avond. Het is inmiddels de laatste ochtend, 5:00 AM. Mark die komt net teruggevaren. Zijn lijn weer even uitgevaren naar de plek. Want hij heeft eindelijk de lang verwachte aanbeet. Dus het was niet zo'n avond die het zich leek aan te kondigen met een vreedfestijn. Maar het is bij één aanbeet voorlopig gebleven. Ik had een giebel begin van de avond. En Mark nu in de ochtend en Carper. Daar zullen we straks, als het echt wat lichter is, wat foto's nog van maken. Ligt hij weer goed, Mark? Ligt hij weer goed? Hij ligt redelijk goed. Oké, nou, wie weet komt er nog wat. Maar jij hebt je vis in ieder geval binnen deze ochtend. Ja, maar niet de goede. Ja, niet de goede, maar het is een mooie vis. Ja, zeker. Met 24 pond, 12 kilo, mag je niet klagen. Je leest er veel artikelen van, wat was het ook alweer? Nash of zo. Ik denk het. 12 kilo is gewoon een mooie vis. Zeker een mooie vis. Klaar. Het zit erop. Nou, uiteindelijk toch nog vis gevangen. Ja, wel vis gevangen. Het was lastig, nu komt het zonnetje door. Vanmorgen was het echt heel erg mistig. We zijn nu aan het opruimen en nou ja, de boot gaat eruit. Dus in deze omstandigheden met weer gaan ook de hengels eruit. Ja. Dus Mark, aan jou de eer. De eerste die eruit gaat en dan gaan we strakjes weer terug naar huis. Hij is klaar. Hij heeft de kans gehad. Hij heeft zijn kans gehad, ja. Maar hij heeft ook vis opgeleverd, deze hengel. Nou, uiteindelijk een mooie week weer. We hebben van alles weer gehad. Regen, onweer. Nu ook geen nog mist. Geen hagel, dat niet. Wel veel zon. Nou, uiteindelijk ook vis die eerst een beetje moeilijk was om te vangen. Maar nou, wat ik zeg, al met al toch geslaagd.